fijn dat je wilde komen. Hoe gaat het? Ja, goed. Het spijt me dat ik laatst zo onaardig was. Ik wil je vragen om toch te komen vanavond. Dan zijn we allemaal bij elkaar, de kinderen, kleinkinderen. Ik ben heel blij dat je me alsnog uitnodigt. Maar hoe voel je je? Voel je je goed genoeg om het te organiseren? Ja, anders zou ik het toch niet doen. Dat je net je eerste kuur hebt gehad. Klopt. Hoe was het? Ik heb eerlijk gezegd geen zin om daarover te praten. Omdat het naar was? Met jou. Waarom doe je zoveel helemaal? Ik was bij Nina en zij wil echt alleen maar komen als jij er ook bent. Want Bing is er namelijk ook al niet bij vanavond. Oké. Ik vind het prima om voor haar te komen. Ook voor de kleinkinderen. Maar alleen als wij op een normale manier met elkaar omgaan. En dat is? Nou, dat je gewoon tegen mij praat over wat je meemaakt. Ik heb geen zin om een poppenkast op te voeren vanavond. Dus of je praat nu gewoon normaal tegen mij en dan vind ik het prima om te komen vanavond, of niet. Nou, het was afschuwelijk. Ja, niet dat het pijn deed of zo, of dat ik nu erg misselijk ben. Of... Maar dat gif in je lichaam. Maar ik voel me echt best goed. Beetje wiebelig, maar dat kan ook van de spanning komen. Zal ik de wijn verzorgen vanavond?